En thrillerauteur Hilde van der Meren en Walter Dame, advocaat, zijn hier bij mij in de studio. Want ze hebben een boek uit, hun tweede thriller is dat, Bodemloos. Sorry Hilde, ik heb het nog niet gelezen. Dat zei ik maar goed ook. We willen vooral de spanning erin houden. We willen nu vooral niet te veel verraden over het boek. Want er zijn nog heel veel mensen die op het punt staan om het te lezen natuurlijk. Ah ja, dus dat is eigenlijk goed. Ja. Ik ben blij. Ik dacht dat het onprofessioneel overkwam. Dus dat, We gaan u warm maken om het boek te lezen, dus dat komt sowieso, goed. Sowieso. Ik heb hier ook al een flater begaan, hè? Walter, met mijn broek. Hè? Dat was niet goed, hè? Nee, dat was niet goed. In een rood-witte outfit komen, dat was niet een goede start van het interview. Sorry, ik wist niet dat er Kielse ratten gingen komen. Geen probleem. Sorry. Niet los van het voetbal, Hilde, jij bent een van de meest bekroonde Vlaamse thriller-auteurs, toch wel? Bodemloos is het tweede deel van een trilogie rond een jonge vrouwelijke advocaat, Kirsten Hartogs. Is die Kirsten dan de vrouwelijke Walter Dame? Dat is een goede vraag voor Walter natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk in het personage zitten ingrediënten van ons allebei. Het is zo, we hebben het samen gecreëerd. Uiteraard Walter vanuit zijn ervaring. Ja. En ik als psycholoog ook. We hebben samen een personage geboetseerd dat drie boeken zal meegaan. Ja. Zij komt natuurlijk van alles tegen. Heel veel obstakels moet zij overwinnen. Het is een heel sterke vrouw ook, een jonge advocate, die eigenlijk aan het begin van haar carrière staat. Oh ja, oké. Jij staat nu niet echt aan het begin van jouw carrière, Vanita. Nee, maar we hebben doelbewust gekozen voor een jonge vrouw. Ik werk ook met heel veel vrouwen op kantoor. Ja. En het is daar ook een mengeling van. We hebben ook een Kirsten bij mij op kantoor, die eigenlijk het personage zou kunnen zijn. En dat is wel het leuke, want die jonge vrouw komt tegen wat eigenlijk elke jonge vrouw tegenkomt in haar leven, die carrière wilt maken of begint te werken. Die komt natuurlijk problemen tegen, eventueel familiaal. Die komt problemen mee met mensen die haar onderuit willen halen. Dus het is eigenlijk een heel mooi boek die de advocatuur echt volledig benadert, vind ik persoonlijk. En we hebben daar heel graag de vrouw centraal ingezet. Oké, weet die persoon van op jouw kantoor ook dat zij eigenlijk de Kirsten is? Ja. En ik heb er ook gezegd na deel 3 dat ze toch een beetje meer naar buiten moet komen. Dat, ze, dat de echte Kirsten moet opstaan. En ze vindt dat eigenlijk wel heel plezant, maar ze zoekt niet echt de aandacht daarin momenteel. Dat is voor later. Dat is voor later een soort van promostunt en dan kan je daar kartonnen borden van laten maken. Ja. En daar nog in de bloemetjes. Ja, dat is goed. Het is het tweede deel dus van de trilogie. Rusteloos was het eerste. Moet ik Rusteloos hebben gelezen voor ik Bodemloos lees? Dat is heel sterk aan te raden. Ja? Het is zo, in elk boek is er een afgeronde case. Dus de lezer blijft met een tevreden gevoel achter en weet hoe de vork in de steel zit. Ja? Maar tegelijkertijd zijn er lijnen die doorlopen. Dus de familiale lijn van Kirsten. En eigenlijk ook een schaduw uit haar verleden, die een heel belangrijke rol speelt. Zeker in boek 2. Dus ik zou de lezers echt van harte willen aanbevelen om eerst deel 1 te lezen. Uiteraard hebben veel mensen dat ook al gedaan. Ja. Oké, jouw ogen gaan ook heel de tijd zo op en neer. Dus je bent me helemaal aan het om dat te lezen. Het werkt heel goed. Het speelt zich af in Lissabon. Ja. Waarom in Lissabon? God, daar waren we vrij snel uit. We wouden een beetje uit het Vlaamse milieu. We hebben dan een beetje gekeken naar welke stad we heel interessant vonden beide. En we kwamen onmiddellijk op Lissabon. Mijn schoonzus woont ook in Lissabon. Is gids in heel Portugal. Doet vooral Lissabon. En dus elke straat, elke beschrijving, elk gebouwke is volledig in overeenstemming met de stad Lissabon. Dus het is eigenlijk ook nog een beetje een toeristische gids. Zij is heel goed onthaald daar op de ambassade in Lissabon. En op het consulaat, omdat men het natuurlijk ook heel fijn vindt dat het werkelijk gebeurt. En zelfs de poetsvrouw in het boek bestaat echt. Dus in boek 1. Dus het is echt wel... Alles is eigenlijk non-fictie. Het verhaal is natuurlijk wel fictief, maar elke wandelstap die zij doet, elke straat bestaat echt. En dat is ook wel heel leuk. Dat is plezant. Het is een goede toeristische gids dan eigenlijk ook. Het is ook natuurlijk veel meer dan dat. Maar ik kan zeggen, dus, de cover, dat is een dorp Carrasquera. Ik heb er letterlijk op gelopen op die steiger van de cover. Ah ja. Jij bent dat niet. En wij zijn dus naar... Nee, ik ben er niet. Ik ben dus samen met mijn echtgenoot ook naar Lissabon geweest om de sfeer op te snuiven, ook om interessante plekjes te verkennen. Die zitten dus ook in het boek verweven en dat heeft toch nog een extra sfeer daaraan. Wauw, oké. Okay. Je zegt van alles klopt als het gaat over Lissabon, alles klopt als het gaat over de advocatuur, hè, de details kloppen en zo. Kan je al iets vertellen wel over het verhaal, zonder aan te veel te vertellen? Want ik heb de indruk dat je nog niet te veel wil vertellen. Ja, dat behoort tot het geheim van het onderzoek natuurlijk, de inhoud van onze thriller. Ik ga een tipje van de sluier oplichten. Het is eigenlijk ook zo, hetgeen wat dat op de achterflap staat, zodanig niet te veel verraad. Dus ons hoofdpersonage, die staat voor een heel zware zaak. Zij zal een vermoedelijke seriemoordenaar verdedigen. De gevolgen daarvan zijn immens. Zij
krijgt af te rekenen met de volkswoede. Ook op persoonlijk vlak zijn er zaken die haar toch wel haar werk moeilijker maken. En zij krijgt op een bepaald moment ook wel doodsbedreigingen. Dus dat zit allemaal in het boek verweven. En de vraag is ook van, ja, hoe ga je daarmee om? Wat doet dat ook met jou? Want dat is een vraag ook die ik heel veel aan Walter stel. Ook van, wat denkt zij nu? Wat zou zij nu voelen? Wat doe je dan eigenlijk in zo'n situaties? Dus dat zit er eigenlijk allemaal in. Tuurlijk, ik kijk ook naar jou, Walter. Je hebt al doodsbedreigingen gekregen. Als je kijkt naar wat er in Amsterdam is gebeurd afgelopen week. De advocaat van de man is neergehaald gewoon. Hoe ga je daarmee om? Of hoe kijk jij daarnaar? Want dat is toch wel dag in dag uit. Als je je voordeur toetrekt, altijd toch wel wat... Nee? Ja, wel, dat is de reden waarom dat ik ook zo enthousiast was in de samenwerking van het boek. Hilden is psycholoog, ik ken dat ook heel goed aanvoelen. Dus uiteraard ook, vind ik, een topauteur. En tegelijkertijd zit je binnen die advocatuur met heel veel dagelijkse zorgen die de mensen niet zien. Iedereen denkt, dat is wat bling-bling en dat is aangenaam. En vandaar dat het zo leuk was om dat personage samen te kunnen creëren die eigenlijk meemaakt wat dat elke jonge strafpleiter of gevestigde strafpleiter meemaakt elke dag. En het is echt dagelijkse kost. Ja, natuurlijk, het is niet elke dag bedreigingen, gelukkig maar. Maar het is vanaf het moment dat je een bepaalde zaak op u neemt en je doet gewoon je taak als advocaat, namelijk verdedigen en bijstaan, dat je volkswoede kunt krijgen, dat je heel ontevreden mensen kunt krijgen, dat mensen geen enkele nuance niet meer aan de dag leggen. En dat komt ons hoofdpersonage ook heel de tijd tegen. En dan zoekt zij natuurlijk ook steunpilaren. En het boek is op dat punt eigenlijk een echte inkijk in de advocatuur, maar ook een inkijk in de mens. Ja. En dat is die combinatie van advocatuur en psychologie eigenlijk die het zo uniek maakt, als ik er een beetje mag over stoffen. En als je het leest en de commentaren die we tot op heden hebben gehad, zeggen echt mensen van... we hebben nu van de week de eerste boekvoorstelling gehad in West-Vlaanderen en veel mensen zijn er s'avonds in begonnen en hebben hem uitgelezen tot 's morgens vroeg. Ja. Dat is voor ons ook heel leuk. Mm-hmm. Dus het is wel een boek die u aangrijpt, maar we wouden tegelijkertijd ook heel duidelijk maken dat het echt wel is zoals het is. Ja, ja, ja. Maar en als ik dan op jou betrek, als jij dan zo een doodsbedreiging krijgt, of er zit iets in je bus, of je hebt een soort van volkswoede van je gaat dat toch niet doen, of je gaat dat toch niet doen. Maar doe je dan bijvoorbeeld soms beroep op een psycholoog om dat ergens te kunnen kanaliseren of te plaatsen? Wel, ik heb daar al over nagedacht, maar nu heb ik natuurlijk het leuke dat met Hilde die volledig... Ja, maar Hilde is heel fris om mee te spreken op dat punt. En die psychologische benadering van die personages, dat helpt enorm voor mij ook. Eigenlijk schrijf ik een stuk samen met Hilde de frustratie en de gevoelens weg. En we hopen op die manier een inkijk te geven dat mensen misschien toch weten over hoe het in de job eraan toe gaat. En dat was fantastisch leuk met Hilde. Geloof ik. Ik heb dus ook al heel veel reacties gekregen van jonge advocaten die zeggen van wat er in het boek staat. Ik heb het nu over boek 1. Ik heb dat letterlijk meegemaakt. Bepaalde situaties. Je zit voor een cliënt en die reageert zo of zo. Dat doet mij ook enorm veel plezier dat we juist zitten ook niet alleen juridische feiten, maar ook van hoe ben je als mens. Ook, Walter, je bent een topadvocaat. Je had nog tijd om boeken te schrijven ook? Dat lijkt mij alsof je het zo druk hebt. Wanneer doe je dat? Maar die samenwerking is heel leuk. Hè? Hilde houdt de pen. Wij komen een paar keer bijeen, gedurende uren dan wel. Wij bespreken alles, verhalen, complotten, eventueel op welke wijze de personages moeten ingevuld worden. Hilde schrijft, stuurt terug, ik schrijf eventueel bij of ik pas aan. En zo hebben wij een ongelooflijke synergie, waarbij natuurlijk het grote deel van het werk of het leeuwenaandeel, juridisch uit te drukken, bij Hilde ligt. Maar het is ook fijn dat je voelt elkaar constant. Mm-hmm. En we komen eigenlijk ook heel goed overeen, ook al kennen we elkaar ervoor niet. Maar je voelt elkaar onophoudelijk. Zij vanuit hoe dat ze het kan neerschrijven, ik vanuit mijn gedachten, zij vanuit haar psychologische insteek en verhaallijn. En dat is een ongelooflijk leuke synergie. Dat is eigenlijk echt wel fantastisch om te mogen doen. Ik ben daar heel blij voor dat ik dat kan en mag doen met Hilde. Wow. Ja, en ik ook natuurlijk. En dat is eigenlijk echt van in het begin zat dat al goed. Ons eerste gesprek, letterlijk aan een ronde tafel ook, met iemand van de uitgeverij erbij. Wij waren aan het brainstormen en direct zaten we al op eenzelfde golflengte. En dan voel je ook van, bepaalde discussies zullen sowieso vermeden worden, want wij zitten al op eenzelfde lijn. Mm, okay. En ik stel ook heel veel vragen aan Walter vanuit de gedachte, er zijn geen domme vragen. Ik vind dat ook een gezonde gedachte. Durf te vragen. Ja, en ik krijg dan natuurlijk ook antwoorden terug. En vanuit deze samenwerking komen ook nieuwe ideeën dan tijdens het schrijven aan bod door erover te praten. Ik heb nog nooit eerder met een co-auteur samengewerkt, dus voor mij is dat ook een nieuwe ervaring na meer dan 50 boeken. En ik ben er eigenlijk ook enorm gelukkig mee. Ja. En het gaat vlot. Voilà. Ja, en we kunnen dat lezen. Die prachtige, vanzelfsprekende, mag ik het precies wel noemen, samenwerking Dame en Van der Meren met Bodemloos. Heel erg bedankt om naar hier te komen. Ik ben ook heel benieuwd waarover dat het nu echt gaat wel, want het blijft wat vaag, maar dat moet natuurlijk ook. Als je het hebt gelezen, moet je ons terug uitnodigen.